Dag allemaal, we staan hier nu aan het Aquacep Keep Challenging Center. We gaan een kijkje nemen wat hier allemaal gebeurt. Kom mee. Ik zie dat er al heel wat wielrenners aan het trainen zijn. Logisch, want er staan ook heel wat wedstrijden op de planning. We gaan eens wat dichterbij kijken, hè. Kom mee. Voor welke wedstrijden ben jij aan het trainen? Ik ben aan het trainen voor de aankomende klassiekers inderdaad. Oké, super. Ja, het is belangrijk dat jullie goed in vorm zijn. Trainen jullie hier de hele dag of? Nou, we trainen natuurlijk niet iedere dag in de gym. We zitten vooral buiten op de fiets, maar het is ook belangrijk om kracht te doen. Klopt. En welke oefeningen doen jullie dan juist? We doen vooral natuurlijk core stability. Dat is belangrijk voor op de fiets. En squats, deadlifts en step-ups ook. Oké. En voor de rest gaan jullie hier in de buurt op de baan oefenen, of? Ja, we zitten vooral fietsen natuurlijk in de heuvelzones in Limburg en ook in België en Duitsland voor de wat langere heuvels. Ja. Oké, super. En trainen jullie samen of alleen? Of? Ja, als de wedstrijden zijn, dan zijn de meeste jongens wel hier. Dus dan trainen we veel samen natuurlijk en ja, af en toe ook alleen. Dat is ook wel fijn. Oké, super. Dan wens ik je nog heel veel succes. Top, dankjewel. Wist je dat er 28 appartementen zijn op het Aquacep Keep Challenging Center? Hierdoor kunnen we goed samen trainen, wat belangrijk is voor de teambuilding. Dit is voor ons en voor Aquacep heel belangrijk.